Vandaag en wel op dit eigenste moment geef ik, zoals Dirk Kaluwe vroeg, het officiële startschot van het actieplan Heerlijk Helder. Vandaag bevestigt de Vlaamse regering dat zij nog meer aandacht wil besteden aan en nog meer inspanningen wil doen om in heldere taal klaar te communiceren. Heerlijk Helder is wat goed aankomt bij de bestemmeling. Dat heeft te maken met taal, dat heeft te maken met dosering van informatie, heeft te maken met pakketten van informatie, met het moment waarop je de informatie brengt, met de volgorde waarin je de informatie brengt. Heerlijk Helder houdt in dat wij als overheid ons ertoe engageren om begrijpelijke taal te hanteren voor alle mensen, want wij richten ons tot alle mensen, en dat ook in een heldere taal te doen. Dat is niet makkelijk. Wij schrijven decreten, wij schrijven besluiten. Dat zijn zeer gespecialiseerde teksten die opgemaakt zijn door specialisten. Dat is vaak een jargon geworden waarin we ons heel vaak uitdrukken. We gaan al onze brieven, onze websites, onze formulieren gaan screenen. En we gaan die opnieuw schrijven in een taal die wel begrijpelijk is, die wel helder is voor iedereen. Het is work in progress. Je zet maar beter je doelstellingen realistisch dan ze heel hoog te zetten. En stap voor stap hoop ik dat we binnen 2, 3, 5 jaar weer een heel eind verder staan dan we vandaag staan.